Wendy van Dijk keerde vorige week terug op SBS 6 met een speciale corona-editie van Hart in Actie. TV-columniste Angela de Jong is niet zo heel enthousiast over de kleutertoon die Wendy volgens haar aanslaat. Wendy van Dijk verward warmte helaas met praten op kleutertoon, zo kopt ze in haar nieuwste column. In deze speciale corona-hart in actie brengt Wendy, gesponserde, spullen. Zoals mondkapjes, kapperspullen en voedselpakketten, naar mensen in nood. Ook ondersteunt ze maatschappelijke initiatieven. Hartstikke nobel, toch? Ja, zegt Angela, maar je zou het ook kunnen zien als goedkoop meeliften op het huidige sentiment in de maatschappij. Oef uitroepteken. je kunt op twee manieren tegen dit programma aankijken. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat SBS iets doet voor de mensheid, al dus Angela. Maar aan de andere kant kun je het volgens haar ook bekijken als een sluwe move om het geplaagde imago van Wendy van Dijk, waar ze laatst nog zilver op reageerde in DWDD, op te vijzelen. Uit haar column, Lees M Hier in Zijn Geheel, blijkt maar weer eens dat Angela Age geen Wendy-fan is. Het adagium van de slimme zakenman luidt niet voor niets groot grootcrisis, beschrijft ze, zeker niet als er een kil. Onrecht die maag kan worden van een presentatrice wie grootste handicap is dat ze warmte en empathie verward met praten tegen mensen alsof ze kleuters zijn.